Morgen, het is vandaag zondag en wij zitten bij de snelweg lekker bij Laplace te eten. En ik heb een slaatje met een smoothie en een beetje soepje, want hij volgt een speciaal dieet en hij mag eigenlijk bijna niks eten. Eigenlijk mag ik dat ook niet. Nee. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik heb hier echt zin in en het ruikt echt super lekker. Goedemorgen! Wij zijn inmiddels bij Roermond Outlet aangekomen. Dus we zijn vandaag een dagje vrij. We dachten, we gaan gewoon even een dagje weg. En ik heb echt nieuwe schoenen nodig. Dus ik hoop echt dat ik vandaag nieuwe schoenen ga scoren. En, oh ja, gisteren had ik mijn vlog nog niet echt afgemaakt. Want ik heb eigenlijk niet veel gedaan. Behalve eten. En we zijn in de avond ook nog gaan sporten. Dus dat ga ik ook weer oppakken. Ik ben vandaag ook weer heel erg gezond begonnen. Vandaag alleen nog maar een salade. Au! Oh! Salade gegeten en een smoothie gedronken. Dus dat gaat goed. Oh ja, ik heb hier nog een waterflesje. Toch, Nes? Leuk hoor, Mif. Ja, echt geweldig. Ik ben even snel naar de zee gaan. Ik heb dezelfde outfit aan als die van gisteren. Zie jurkje van Misguided. Jongens, kijk wat hier binnenkort gaat komen. Ik ben echt te vroeg gekomen. Nou jongens, wij zijn nu bij D-Squared. En Nes is kleren aan het passen. Mag ik kijken? Deze is het wel beter hoor. Dit is een L trouwens. Nesmi heeft nu tegenwoordig gewoon een maat L. Ga stuk. Jongens, kijk hoe goed wij zijn geslaagd vandaag. Dat heb ik nog nooit gehad bij Roermond Outlet. Alleen vandaag. We vinden het echt super gezellig in Roermond. We hebben echt kapot veel geshopt. Kijk. Adole. Ja. We zijn denk ik al een stuk of 10 keer op de foto geweest. Als niet meer. Maar het is echt super gezellig hier. Het weer is ook echt lekker. Wij zijn net klaar met shoppen bij Roermond. Het was echt leuk. Ik had het niet verwacht. Het is 28 graden, maar ik vond het echt leuk. We zijn ook echt geslaagd. Ik heb alleen geen schoenen gevonden. Dat vind ik wel jammer. Ik wou eentje halen van Versace. Maar ik vond... Ja, het waren meestal normale, zeg maar, pumps. Ik vond het een beetje te duur voor wat je dan kreeg. Dus ik heb ze toch niet gehaald uiteindelijk. En bij Prada... Ja, vond ik er wel eentje mooi, maar de hakken bij Prada zijn een beetje te laag voor mij. Ik denk dat het meer voor lange vrouwen zijn bedoeld. Dus die heb ik ook niet gehaald. Maar ik laat jullie straks zien dat ik allemaal wel heb gehaald. We gaan nu richting huis. We zijn even gestopt om weer een hapje te doen. We hadden weer een beetje trek. En ik heb een zalm genomen. En Nessie ook. En ik kon de friet echt niet laten, maar Nessie wel. Echt goed van je, Nes. Al zelfs de huid eraf, alles. Goed zo. Ik heb een sapje genomen, is echt lekker fris. Hier zie je volgens mij citroen in en munt, echt lekker. Wij zijn net thuis en toen mocht ik het hele huis schoonmaken, want deze hier, kijk eens, heeft het hele huis ondergekost. Oh, ben jij ziek? Een beetje ziek, Diener? Nee, hè? Kijk eens. Niet leuk, hè? Niet leuk. En Lira mag nu even naar buiten. Nou, dit is allemaal wat wij hebben geshopt. Dit is Nessim's kant en dit is mijn kant. Dit is alsof je zo'n zielige kant hebt, hoor. Ja, jij bent echt geslaagd. Nessim heeft boxershorts van Calvin Klein. Een trui van D-Squared. Gucci trui. Twee Ralph Lauren shirtjes. Boxershorts. En een broekje. En dat was het eigenlijk. En ik heb een Calvin Klein setje. Ik ben hier echt blij mee. Ik wou het al zo lang. En ik heb vitamine E olie gehaald. Even focussen. Van de Body Shop. Want in de stad koop je die voor 20 euro. En hier is die voor maar 14 euro. Dus dat scheelt 6 euro. Wat? Ik vind deze trui echt vet. Ik heb trouwens een Gucci sjaal gehaald. Van een dunne stof. Ik vind deze echt mooi. Ik pak hem zo uit voor jullie. Want ik heb hem nog niet uitgepakt. En ik heb nog een Gucci bril gehaald. En wij hebben een Puma setje gehaald. Voor James. En het is de kleine van Stanley. Kijk hoe cute het is. We hebben expres een beetje grote maat gepakt, zodat hij er nog in past. Maar kijk één keer hoe schattig het is. Leuk hè? Echt cute, ja. Kijk dan. Ik ben echt blij met mijn sjaaltje. Echt super fijne stof. Love it. En ik laat jullie nu even mijn bril zien. Ik ben even naar de woonkamer gelopen, want de belichting daar is echt super slecht. Maar dit is dus mijn Gucci bril. En hij ziet er zo uit. Even focussen. Kijk. Dit is hem. Gewoon simpel, maar ik vind hem echt cute.
En hij stopt me echt mooi. Wij zijn dus inmiddels weer thuis en Nessie was in slaap gevallen. En toen heb ik als surprise een massage geboekt voor Nessie. Om 10:30. Het is nu 10:50. Dus ik ga hem zo wakker maken en dan rij ik er naartoe. En dan ga ik even een uurtje naar Honey toe en heeft hij een uurtje massage. Dat is echt wel leuk. Ik heb er zin in. Veel plezier, Nes. Huh? Veel plezier. Een beetje apart dit. Love you. Weet je wanneer je hem moet ophalen? Ja, over een uurtje. App me maar. Kom maar, dan sta ik hier. Ja, app me maar. Love you. Hey, doei. Zo, ik ben net een uurtje bij Honey geweest. Was super gezellig, want haar nichtje en vriendin waren er ook. En nu ben ik weer op Nesma aan het wachten. Volgens mij is hij nu klaar. Als het goed is, moet hij nu klaar zijn. Ik hoop dat hij het lekker vond. Ik ben echt benieuwd. Weet je wat ik echt heel grappig vond? Want ik denk dat hij een beetje bang was. Dat hij dus een man zou krijgen die hem zou masseren. Want dat vindt hij echt vreselijk. Ik weet niet waarom mannen dat altijd hebben. Dat ze het vreselijk vinden om door een man gemasseerd te worden. Volgens mij heeft hij een vrouw gekregen als ik zo naar binnen kijk. Kijk deze jongen dan. Ik weet niet waar hij op moet wachten. Nou, daar komt hij dan. Wat een sukkel. Hallo. En hoe was het? Ik heb stempelkaart gekregen. Was je daarop aan het wachten? Mijn stempel bij 16 stempels krijg ik 15 euro korting. Hi girls. Ik was me eigenlijk aan het klaarmaken. Het is trouwens nu de volgende dag. Ik ga zo nu beginnen met de vlog. Dus ik ben dus de volgende dag. Ik was me aan het klaarmaken. Toen was ik bezig met make-up. Toen dacht ik, oké, leuk dat ik mijn make-up aan het doen ben. Maar ik moet eigenlijk deze haar fixen. En deze is even niet meer te redden vandaag. Dus ik moet het opnieuw wassen helaas. Ik vind het altijd, ja, ik hou er echt niet van mijn haar te wassen. Het duurt altijd zo lang. Een vrouw met krullen snapt precies wat ik bedoel. Ik dacht, waarom niet laten zien waarmee ik nu mijn haren was. Jullie weten dat ik al best wel een lange tijd met May Beauty samenwerk. 2 weken terug heb ik dus een shampoo van hun ontvangen met de conditioner. En ze zien er zo uit. En ik ben hier echt zo tevreden over dat ik het even in mijn vlog ga benoemen. Ik heb deze shampoo in combinatie met deze conditioner zo'n 5 keer gebruikt nu. En ik vind ze echt, echt top, jongens. De lijn Moroccan Miracle van May Beauty vind ik sowieso echt super top gewoon. Ik krijg hier echt zo glad haar van. En ik heb echt last van enorm pluizig haar van mezelf. Heb ik altijd gehad. Dus ik moet altijd manieren vinden om dat zeg maar een beetje onder controle te houden. En dit helpt mij hier ook echt bij. En daarnaast deze conditioner, jongens. Shampoo ruikt ook lekker. Maar deze conditioner, die is echt, die ruikt echt zo lekker. Wat ik doe is gewoon eigenlijk mijn haar wassen met de shampoo. En dan in de punten doe ik de conditioners. Ik doe het niet overal, want anders krijg je echt plat haar van boven. Dames met krullen, doe nooit conditioner van boven. Alleen in je punten. En laat het ongeveer 3 à 5 minuten erin en spoel het daarna uit. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Let niet op de troep hierachter, dat heb ik echt dagelijks gewoon. Ik ga nu mijn haren wassen en dan laat ik jullie daarna zien hoe het er allemaal uitziet. Maar ik ben hier echt zo blij mee. Het ruikt zo lekker. Het is echt een geweldig product. Ik raad het jullie allemaal aan. En ik heb ook nog natuurlijk een kortingscode voor jullie. Die ga ik nu hier noteren. Ik ga nu mijn haren wassen en dan kom ik zo bij je terug. Oké, ik heb mijn haar even los gedaan. En dit is de before. Ziet er zo uit. Echt pluizig. Krul is er bijna uit. En nu ga ik dus mijn haren wassen. Als eerst begin ik natuurlijk met de shampoo. En nu ga ik de conditioner gebruiken. Nou jongens, ik heb mijn haren gewassen. En gefeund. En dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik dus. Mijn krullen zijn echt zo mooi nu. Totaal geen pluizig haar. Zien jullie dat? Dit bedoel ik dus.
En als bonus ruikt mijn haar ook echt gewoon super lekker. Echt, ik doe het echt vooral hier, zeg maar. Want hier was mijn krul er een tijdje echt helemaal uit door het blonderen. En zoals je ziet, krult het echt veel meer op. De laatste tijd echt weer zo happy met mijn haar. Ik begin echt weer op mijn oude haar te lijken. Het is aan het groeien. Ik heb geen extensions meer nodig. Het ziet er healthy uit. Het ziet er lekker gezond uit. Gezond kleurtje. Ik ben gewoon echt blij met mijn haren weer, jongens. En ik heb nou ook nog de juiste shampoo en conditioner gevonden hiervoor. Mijn haar reageert hier echt goed op. Mocht je de conditioner en shampoo ook willen uitproberen, heb ik hier nog een kortingscode voor jullie. Die ga ik hier noteren en dan krijgen jullie 30% korting. Dat scheelt best wel veel en het ruikt echt zo lekker. Ik ben hier echt tevreden over. Wat ik nu ga doen, ik ga deze vlog even afsluiten en dan ga ik deze vlog meteen editen. En dan begin ik gelijk een nieuwe vlog. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei doei!